Wat drijft iemand tot zelfmoord? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Zelfdoding. Ik denk dat het een van de meest moeilijke en delicate onderwerpen zijn waar we het kunnen over hebben. Een onderwerp waar toch ook nog wel een groot taboe op rust. En toch is het zo belangrijk dat we dat taboe proberen te doorbreken en dat we zoveel mogelijk over praten. En dit omwille van twee redenen. Een eerste reden is als we kijken hoe groot het probleem is. In Vlaanderen zijn er elke dag 3 mensen die uit het leven stappen. En er zijn 30 mensen elke dag in Vlaanderen die een zelfmoordpoging ondernemen. Dus de cijfers zijn hoog. Ondanks dat de cijfers de laatste jaren zijn gedaald, omdat we veel aan preventie proberen doen, zitten we toch nog met hoge cijfers. Tweede reden, als we aan preventie willen doen en als we mensen willen helpen die het moeilijk hebben en die inderdaad aan zelfmoord denken, dan moeten we zoveel mogelijk openlijk met hen daarover proberen praten. En we weten dat dat moeilijk is. Mensen schrikken soms ook als we dat zeggen. Ja, praat daarover als je merkt dat iemand het moeilijk heeft. En dan voelt men zich zo wat ongemakkelijk. En vaak ook omdat men het niet goed begrijpt. Van, hoe komt het? Hoe kan het dat iemand eigenlijk zelfmoord nog als de enige uitweg ziet? Dus het antwoord vinden op die vraag van wat drijft iemand tot zelfmoord is heel belangrijk. Nu, als u van mij verwacht of hoopt dat ik hier een heel simpel antwoord kan geven van daarom plegen mensen zelfmoord, dan ga ik u moeten teleurstellen. Het is namelijk een zeer complex verhaal. En wat ik vooral hoop dat u meeneemt, dat is dat er nooit één oorzaak is van zelfdoding. Altijd gaat het om een complex samengaan van verschillende factoren. Nu, om welke factoren gaat het dan onder andere? Eerst en vooral kunnen we zeggen dat er wel sprake is van een soort kwetsbaarheidsfactoren. Dat zijn eigenlijk factoren die iemand meer of minder gevoelig kunnen maken om suicidaal te worden. Dat zijn ook factoren die vrij permanent aanwezig kunnen zijn bij iemand. En we stellen het ons eigenlijk altijd zo'n beetje voor van stel u voor, persoon A heeft zijn emmer, als het ware. En die emmer is al van vrij vroeg in het leven gevuld met kwetsbaarheidsfactoren. Factoren die het moeilijk maken. En persoon B, zijn emmer, is weinig gevuld van een begin. Dus dat is al één verschil, kwetsbaarheidsfactoren. Maar dat is niet voldoende. Daarbovenop zien we dat er ook nog zo meer tijdelijke factoren zijn die we eerder stressfactoren noemen. Noem het eigenlijk druppels die de emmer verder doen overlopen. Maar natuurlijk bij persoon A, als die emmer al van in het begin met meer kwetsbaarheid is gevuld, dan gaat die emmer ook al sneller stijgen in vergelijking met persoon B. Maar ook dat is nog niet voldoende. Want bovenop die kwetsbaarheidsfactoren, bovenop die stressfactoren, zien we dat er ook nog dan zo net cruciale drempelfactoren kunnen zijn. Ofwel factoren die de drempel kunnen verlagen tot suïcide en eigenlijk net risicoverhogend zijn. Noem het eigenlijk de laatste druppel die de emmer kan doen overlopen. Of het kan ook gaan om drempelfactoren die net beschermend kunnen zijn en die eigenlijk uit die emmer dan toch nog weer wat kunnen halen en die ervoor kunnen zorgen dat de emmer toch niet overloopt. Goed, nu wat zijn die kwetsbaarheidsfactoren? Wat zijn die stressfactoren? Eerst en vooral die kwetsbaarheidsfactoren. Over wat spreken we dan? Eigenlijk kijken we dan naar twee grote groepen factoren. Eerst en vooral neurobiologische factoren. Dus eigenlijk moeten we dan een kijkje gaan nemen in de hersenen. Wat zien we namelijk? We zien dat onder andere er een belangrijke rol is weggelegd voor serotonine. We zien namelijk dat bij mensen met die kwetsbaarheid voor die suicidaliteit, dat die serotonine dat dan minder goed werkt. Nu, wat is serotonine? Dat is een neurotransmitter. En wat is een neurotransmitter? Moet je eigenlijk voorstellen als een soort van stof in onze hersenen. Ja? En eigenlijk een beetje een signaalstof die tussen twee neuronen, tussen twee zenuwcellen, eigenlijk zorgt voor de overdracht, voor eigenlijk dat die zenuwimpulsen van de ene neuron naar een ander neuron kunnen gaan. Nu, er zijn verschillende soorten neurotransmitters, maar serotonine is een neurotransmitter die onder andere een rol speelt bij ons geheugen,
bij onze stemming, bij onze emoties, bij ons slapen, ons eetlust en bij eigenlijk de verwerking van pijnprikkels. Ja. En het is die serotonaire werking die we zien die minder goed werkt bij mensen die suicidaal zijn. Dus wel niet iets dat specifiek is bij suicidaliteit. We zien bijvoorbeeld ook bij depressie dat die serotonine dat minder goed werkt. Ja. En eigenlijk is dat ook een beetje een erfelijke component. Want dan kunt u de vraag stellen van hoe komt het dat die serotonine dan minder goed werkt. We zien dat dat eigenlijk wel wat familiaal kan doorgegeven worden. Ja. Nu, de vraag wordt ons ook vaak gesteld van ja, suïcide, is dat erfelijk? Nu, het is niet zo dat er iets is als een suïcidegen. Dat bestaat niet. Ja. Wat zien we wel, dat is dat die kwetsbaarheid voor een minder goed werkend serotonair systeem, dat wel familiaal kan doorgegeven worden. En het risico kan verhogen op een psychische of psychiatrische aandoening. Ja. Dus dat is één neurobiologische factor die we zien. Een tweede factor die we zien nu, die is misschien wel wat minder een kwetsbaarheidsfactor, omdat die er niet permanent aanwezig is. Maar we zien eigenlijk dat op het moment dat iemand suïcidaal is, dat er eigenlijk een hyperactiviteit is van dat stresssysteem. Ja. We hebben allemaal een stresssysteem. Ja. Het is goed dat we dat hebben. Dat zorgt ervoor op momenten dat we moeten in actie komen, ja, dat we inderdaad ook kunnen vechten of vluchten. Nu, bij een goed werkend stresssysteem gaat dat aanslaan op momenten dat het nodig is, op momenten dat je eigenlijk moet vechten, dat er een bedreiging is. En dat gaat weer tot rust komen eens dat de bedreiging weg is. Nu, wat zien we bij mensen die suïcidaal zijn? Dat is dat dat stresssysteem eigenlijk hyperactief is. We weten dat onder andere doordat het stresshormoon cortisol dat eigenlijk constant verhoogd is. Nu, wat komt er nog eens bij? Dat is dat we weten dat als er langdurige hoge waarden zijn van cortisol, dat om de duur schadelijk wordt. Want wat zijn onder andere gevolgen? Dat is dat de slaap verstoord geraakt bij lange hoge cortisolwaarden, dat ons immuniteitssysteem verlaagd wordt en dat het zelfs neuronen gaat aantasten, waardoor het de werking van onder andere serotonine tegengaat. Dus we zitten hier eigenlijk een beetje met een vicieuze cirkel. Dus dat er enerzijds al een kwetsbaarheid is van dat serotonaire systeem dat minder goed functioneert. Maar op het moment dat die suïcidaliteit er is, dan hebben we nog eens een hyperactief stresssysteem dat nog eens mogelijk schade kan berokkenen aan onder andere die serotonine. Ja. Dus dat zijn zo die neurobiologische kwetsbaarheidsfactoren. Ja. Anderzijds, wat zijn ook nog belangrijke kwetsbaarheidsfactoren? Dat is dan meer op psychologisch vlak. Ja. Wat zien we daar onder andere? Dat is impulsiviteit. Ja. Iemand die impulsief is van aard, van nature, die heeft ietsje meer risico. En dan vooral omdat je, als je impulsief bent, dan gaat je impulsen minder goed onder controle kunnen houden. En ga je eigenlijk ook je gedachten, dus ook je zelfmoordgedachten, sneller omzetten naar gedrag. Nu, interessant daarbij is dat we eigenlijk zien dat jongeren van nature veel impulsiever zijn in vergelijking met ouderen of volwassenen. En dat heeft te maken met eigenlijk de rijping van onze hersenen en dan vooral met het voorste deel, namelijk onze prefrontale cortex. Ja. Dit is eigenlijk ons stuk van ons brein dat zo'n beetje gelinkt is aan het hoger denken. Ja. En in dit deel van ons brein zit alles dat te maken heeft met aansturing van gedrag, plannen van gedrag. En het is eigenlijk onze prefrontale cortex die ook een beetje controle kan houden op ons limbisch systeem. En ons limbisch systeem is eigenlijk zo'n beetje een van de oudste delen van ons brein. Daar zit vooral heel veel wat met onze emoties te maken heeft. Ja. En als dat goed werkt, dan kan onze prefrontale cortex dat zo'n beetje onder controle houden, dat limbisch systeem. Maar als dat minder goed werkt, ja, dan kan dat moeilijk lopen en kunnen die emoties heel hevig zijn. Ja. Nu, bij jongeren is het zo dat zij dus impulsiever zijn en dat die prefrontale cortex nog niet zo goed werkt. En dat heeft louter te maken met het feit dat onze prefrontale cortex eigenlijk maar rond de leeftijd van 21 tot 22, 23 jaar volledig ontwikkeld is, volledig tot rijping is gekomen. Dus iemand van 15, 16 jaar is veel impulsiever dan iemand die ouder is. En dan zien we ook dat zo die impulsieve suïcidepogingen, dat het vooral jongeren zijn die dat ondernemen. Ja. Wat zijn nog psychologische factoren?
Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die kwetsbaar zijn, dat zij een verminderde pijngevoeligheid hebben. Ja, dat is eigenlijk getest geweest door mensen die een suïcidepoging hadden ondernomen, door hen eigenlijk pijnprikkels te geven en dat te vergelijken met mensen die nog nooit een poging hebben ondernomen. En dat blijkt dat die mensen die een poging hebben ondernomen, dat zij veel minder pijn voelen. En dat is een extra risicofactor. Ja, want bij sommige mensen die aan zelfmoord denken, merken we dat ze soms veel bang hebben, veel schrik hebben voor de pijn, ja, of voor de dood, en dat ze het dan niet doen. Maar als ze minder die pijngevoeligheid hebben, dan is dat een extra risicofactor. Ja. Wat zijn nog psychologische kwetsbaarheidsfactoren? Ja, dan moeten we toch wel heel sterk ook kijken in de richting van probleemoplossend gedrag. Dit is een cruciale factor, ja? Want als we te maken hebben met tegenslagen, met problemen, met moeilijkheden, dan gaat het er vooral om dat we die problemen proberen op te lossen. En ook daar zien we dat dat moeilijker gaat voor mensen die die kwetsbaarheid hebben. We zien bijvoorbeeld dat mensen die suïcidaal zijn, dat ze heel sterk de neiging hebben tot zwart-wit denken, een beetje een uiterste denken. Ja? En dat ze dan bijvoorbeeld reageren op een relatiebreuk in de zin van zonder herkomst kan ik niet meer leven. Ja? Of na slechte studieresultaten, nu is mijn toekomst om zeep. Zeer zwart-wit. Ja? En we merken vooral dat de flexibiliteit in het denken en dan ook het vermogen om oplossingen te bedenken voor problemen, dat dat heel moeilijk loopt. Ja? En hoe verder dat men in het suïcidaal proces geraakt, hoe moeilijker dat dat ook begint te verlopen. Ja? En wat zien we? Dat ze eigenlijk komen in een toestand van ik raak hier niet meer uit. Ze hebben dermate veel pijn en hebben het gevoel van mijn problemen kunnen niet meer opgelost geraken. Ik voel nu op dit moment heel veel pijn, ik heb heel veel problemen, maar ik zie ook niet dat het volgend jaar of binnen 2 jaar kan opgelost geraken. Ik zie geen redding niet meer. Men heeft geen hoop niet meer. Hopeloosheid. En ook dit is een belangrijke psychologische factor in dat hele proces. Dus we zien qua kwetsbaarheid hebben we die neurobiologische factoren en we hebben die psychologische factoren. Goed, maar we weten dat daar nog factoren bij komen. Dan hebben we het meer over die tijdelijke stressfactoren. Ja. Wat behoort daartoe? Ook weer 2 groepen. De ene groep, daarvoor kijken we dan in de richting van alles wat sociale factoren betreft. Ja. En eigenlijk zien we dat alles wat kan fout gaan op sociaal vlak, ja, dat dat eigenlijk druppels kunnen zijn die de emmer kunnen vullen. Ja. Dat kan zowel zijn binnen het gezin, gezinsproblemen, dat kan een verlieservaring zijn, dat kan een relatiebreuk zijn, dat kan gepest worden zijn, dat kunnen financiële problemen zijn. Ja. Dat zijn allemaal druppels die de emmer vullen. En die in combinatie met een moeilijker werkend, probleemoplossend vermogen, dan het iemand zeer moeilijk kunnen maken. Ja. En dan een 2e groep van die meer stressfactoren. Daarvoor kijken we dan in de richting van wat we noemen psychiatrische factoren. Het is namelijk zo dat onderzoek heeft aangetoond dat bij 90% tot 100% van de suïcideslachtoffers dat er sprake was van een psychiatrische aandoening op het moment van de suïcide. En we zien daarbij het sterkst de associatie met depressie. Ja. Dus de meerderheid van de mensen die suïcide hebben gepleegd, die hadden bijvoorbeeld een depressie. Ja. Soms zien we ook bijvoorbeeld alcoholmisbruik, middelenmisbruik, eetstoornissen, maar met depressie zien we de grootste associatie. Ja. Dus we hebben al onze kwetsbaarheidsfactoren, dan hebben we onze stressfactoren en dan komen we aan die drempelfactoren, ja, die ofwel de drempel kunnen verhogen of kunnen verlagen. Nu, als we kijken naar de factoren die de drempel tot suïcide kunnen verhogen en beschermend werken, ja, naar wat moeten we dan eigenlijk kijken? Onder andere hulp zoeken, professionele hulp zoeken. Ja, naar de geestelijke gezondheidszorg stappen. Ja. Natuurlijk is het ook heel belangrijk hoe dat iemand daar tegenover staat. Heeft men bijvoorbeeld het gevoel van oké, misschien met een psycholoog praten kan mij helpen. Ja, dan gaat dat beschermend zijn. Ja, dan natuurlijk ook ja, snel binnengeraken bij een psycholoog gaat ook beschermend werken. Ja. Sociale ondersteuning kan zeer beschermend werken. Natuurlijk moet de persoon het ook kunnen toelaten en moet de persoon er ook kunnen over praten. Ja. Preventieprogramma's weten we ook die werken. Ja. Dus dan kan het zijn dat iemand met zelfs veel kwetsbaarheid, met heel veel stressfactoren, maar als er toch voldoende beschermende factoren zijn, dat die nooit tot suïcide gaat komen.
Maar anderzijds hebben we dan ook die drempelfactoren die net risicoverhogend kunnen zijn. Ja, en die mogelijk de laatste druppel kunnen zijn. En wat zien we dat daarbij kan aanwezig zijn? Eerst en vooral media. Ja. We weten heel duidelijk uit internationale onderzoeken dat als er een zelfdoding, zeker als het gaat om een bekend persoon, als dat heel uitgebreid in de media komt, met heel veel details, met een gedetailleerde beschrijving over de methode, met zo ook heel eenvoudige oorzaken, hè, één oorzaak, hè, die wordt gelegd, dan zien we dat de weken daarna dat de zelfmoordcijfers significant stijgen. Ja. Dus die zogenaamde copycat-suicides die bestaan wel degelijk. En dat is een van de redenen waarom we hier in Vlaanderen, binnen ons preventieprogramma, dat we ook de mediarichtlijnen hebben. Wij vragen aan journalisten van, kijk, als je over een suïcide bericht geeft, wees alsjeblieft voorzichtig. Ja. Vermeld niet die methode, want meestal wordt de methode gekopieerd. Ja. Bij iemand die al heel ver zit in dat suïcidaal proces en die leest dan van een bekend iemand dat hij uit het leven is gestapt met die methode, dan kan dat voor die persoon zijn van ah, oké, ik ga het ook zo doen. Ja? Dus we vragen geen methode, niet te veel details geven en probeer alsjeblieft toch ook nog een beetje hoop te geven, werk met positieve getuigenissen en vermeld hulpbronnen. Bijvoorbeeld de zelfmoordlijn 1813. Dus dat kan een factor zijn die die drempel nog net kan verlagen en die laatste druppel kan zijn. Ja. Wat kan er nog een laatste druppel zijn? Dat is iemand kennen in je omgeving die ook suïcide heeft gepleegd of een poging heeft ondernomen. Ook dat kan soms de laatste druppel zijn. Of ook de toegang hebben tot de middelen, tot methode. Ook dat weten we. Zeker in combinatie met impulsiviteit kan het risico verhogen. Ja. En dan ook als men eigenlijk geen sociale steun heeft of het niet kan toelaten. Ja. Dat zijn zo factoren die nog extra risicoverhogend zijn. Ja. Dus, concluderend, wat drijft iemand tot zelfdoding? Dan denk ik dat heel duidelijk is dat het complex verhaal is. Ja. We zien de kwetsbaarheidsfactoren, enerzijds vanuit neurobiologische hoek, anderzijds vanuit psychologische factoren. Ja. Daarbij komen dan eigenlijk nog meer zo de stressfactoren, ja, die van sociale aard kunnen zijn of die van psychiatrische aard kunnen zijn. En dan hebben we ook nog eens de factoren die ofwel beschermend kunnen werken, ja, of we hebben net de factoren die dan toch nog eerder ja, die drempel gaan verlagen en die die laatste druppel kunnen zijn tot suïcide. Dus ik denk dat het mag duidelijk zijn. Het is geen simpel verhaal. Het is nooit één oorzaak. Het is altijd een complex samengaan van factoren. Dan rest mij enkel nog te zeggen dat wie met dit te horen vragen heeft voor zichzelf, bezorgd is om iemand anders, dat die altijd kan contact opnemen met de zelfmoordlijn 1813. Of die kan ook gaan naar zelfmoord1813.be, die eigenlijk ook voor iedereen is in Vlaanderen die een vraag heeft over suïcidepreventie. Ik dank u.